Eerder reden ze met hun tractoren al de routes van de Elfstedentocht en de Nijmeegse Vierdaagse. Nu rijden ze door Overijssel, Flevoland en vandaag door Gelderland. Het zijn natuurlijk drie provinciën met drie totale verschillende omgevingen en dat vinden wij het mooie eraan. De tractoren zijn nagenoeg allemaal oldtimers. Dit is de oudste trekker die ertussen zit. Dit is een trekker van 1952. Met de mannen aan het stuur genieten de vrouwen mee vanaf het bijrijdersbankje. Je kunt alles mooi zien, je gaat niet zo heel erg hard. En je kunt mooi van je afkijken, om je heen, achter je, voor je. Het Gelders landschap van bos en heide valt goed in de smaak bij het gezelschap dat vanuit heel Nederland komt. Bos, dat heb je bij ons niet. Bij ons is vlak en strand en zee. We rijden, laat maar zeggen, wegen met de trekker die je normaal niet zult rijden met een auto. Die denkt van, dat komt niet goed. Maar daar kunnen wij van genieten. Krijg je geen wiebelige billen zo de hele dag? Nee, dat valt mee. Als je een hele erge hobbelige weg hebt dan wel. Maar lekker kussentje eronder, dus dan is het goed toeven.